Leuk dat jullie kijken bij deze nieuwe video, jongens. Het is op dit moment tweede kerstdag en dat betekent dat we over 2 dagen het vuurwerk mogen ophalen. We hebben weer wat leuks om af te steken. Een aantal matten hebben we. Laten we zo meteen weer even zien. Alles weer van de Pyro Shop, dus SO naar hun. Nou, we hebben hier weer aanstekers. En ik zeg jullie eerlijk, we hebben de blauwe. Daar ben ik best wel fan van. Hebben we laatst ook mee gestookt. Dat is echt een mooi ding. Ik weet niet of die al uitverkocht zijn, maar... En de Rainbow. Die schijnen ook heel populair te zijn. De Rainbow Stick. Dit is de laatste dag, jongens, dat jullie echt kunnen bestellen. Vandaag of morgen, om het dan voor oud en nieuw in huis te hebben. De 29e valt natuurlijk op een zondag. En de 30e is een maandag en dan bezorgen ze niet. Dus mocht je nu nog bestellen, dan krijg je het voor oud en nieuw in huis. Met de kortingscode PyroTeamDelft. De laatste kans, jongens, om deze nog te kunnen krijgen. Super handig, windbestendig. En met oud en nieuw, als je hem oplaat, heb je een keer wat anders. Ja, ja, met Fireworks Belgium. In de building. Een cracker. 3000. Dat zijn wel lachknallers hoor, deze. Mooie piano. Mooi. Ze zeggen, spelen maar af, jongens. Wegwezen. Het zijn goede matjes, dit. Ja, ook zo snel, weet je. Deze hebben we ook nog. Oh ja, die zijn ook wel leuk. Traatmat. Die traatmat 100 shots. Kijk, die rookt dan. We zijn goed op weg om een mooie rode loper te maken. Hoppakee. Dat doe je snel met die aanstekers, hè? Zo, ah, dit is mooi. Goeie ding, hè, voor die kleine matjes. Wat hadden we nog meer, joh? Kijk dan. Dat zijn die geel gevalletjes. Oh, goede lont deze. Is deze geel? Oh, je kreeg vorige keer zo'n gifstuk van. Ja, nou, nog eentje om het af te leren. Hey, daar heb je ook nog die kolwerk, man. Oh ja, die zijn ook wel. Nou ja, die zijn, ja. Het zag volgens mij nog best goed hoor. Die. Is die uit? Nee. Zo te horen wel. Toch wel. Hier, colored. Wil je al die dumbe middel doen? Duurt lang. Klopt best hard hè? Fuck man. Jezus, die zijn nog goed man. Die zijn gewoon van de Pyro Shop hè? Besef, die zijn echt wel goed. Hier. Ja, die klapt bij goed, joh. Oh ja, dat zijn niet dumbe. Deze zijn goed, man. Dumbe middel. Ik heb ook nog een mooi kleurtje bij dat rondje vanaf, volgens mij. Nee, dat was toeval, volgens mij. Ja. Deze zijn goed, man. 2,5 gram deze. Pyro Shop, jongen. Gips. Het zouden de hardste van België zijn. Nou, ik denk dat het wel aardig kan kloppen. Ja. Oh. Kort lont, hè? Maar als je deze ziet, dan verwacht je niet dat ze zo hard zijn. Deze? Deze zijn echt wel goed, hoor. Oké, deze trouwens. Jumbo Titanium Cracker. 2.0. Ik vind ze mooi, man. Design is echt mooi. Ja, ja. Gelijk even doen. Oh. Nog eentje dan. Om het af te leren. Zeg het nog weer. Oh, deze hebben we met dat lontje gedaan, zie je? Nee. Oh, die, jawel. Ja. Zo. Schieten wel dingen weg, man. Helemaal gek. We hebben wel wat, best wel wat hoor. Jordi, ik smeer het. Dumbummetjes. Oh. Hier, dumbummetjes. Oh, oh. Poeh. Flesje Cobra erbij. Die stoken we zat. Zo. Oh, wacht. Jezus. Goeie druk, man. Ja, ja. Kijk, in de oude vertrouwde Supero hebben we ook, jongens. Leuke dingen. De nieuwe. De nieuwe zijn anders, denk ik, maar... Ze zijn wel wat anders, ja. Ja.
Ken je die of niet? Diep de bot. Hey, kijk wat we hier ook nog hebben, man. Oh ja. Deze. Turwene, champion. Ja. Champion. Champion. In champion, man. Champion. Kleintjes. Zijn wel mooi afgewerkt. Ja, ze lijken net snoepjes, gek. Wel pittig. Ja, wel klein inderdaad. Ben benieuwd. Ik denk dat ze nog best knal hoor voor het formaat. Denk je? Nou, dat wel. Dat is niet verkeerd. Leuke dingetjes voor tussendoor, dit. Dat vooral, ja, voor tussendoor. Nog één? Oh ja. Je bent bijna getroffen, jij, joh. Een aanslag. Ja. Doe even zo'n driebanger. Ja, deze. Driebanger? Ja, dat die staan in die staafjes die daar los liggen. Als dat niet zo is, hè. Ja. Ah, wat schattig. Check dan. Hat. Hat. Oh, die zijn nog best groot. Okay. Hat zijn weg. Niet je gillen, zei je? Voor mij wel, man. Schip staat hierin. Oh ja. Die El Sabato en die andere. Die vond ik het er maar even een brilletje overwegen, denk ik. Misschien sluit die erin. De oude Ugly Joes. Ja. Maar dan anders. Gekke stooksessie, hoor. Zo, vertrouw die dingen niet. Nee, ik ook niet. Die gipsbommen die eraf komen. Stooksessie. Dat bedoel ik. Als dat hier ook komt. Zo, wil dit over mijn haar heen. Wat zijn dit? Ook drie klappers? Ja, ik geloof het wel. Ja, wat zijn dit? Net dat dingen. Met knal. Nou, we lachen toch? Dat is helemaal fijn, hè? Een keer wat anders. Ook voor kat 1. Dat is een leuk ideetje, dit. Die steekt een hele gevaarlijke af hier. Kijk eens, twee nou. Ja, ik kijk. Ja, wel uitkijken voor het gips inderdaad. Weet je waar ik van hou? Hectoring. Gaan we ook maar even doen. Wel wegwezen gelijk, man. Hectoringetje. Dat is toch wel lang. Ja. Dacht je dan, dat bleef liggen. Dat is sterk, joh. Hoppa. Zo. Kijk dit. Kijk dit, jongens. Fucking hell. Ja, het zijn, zijn leuke knallers. Jezus, dan moeten we er meer van halen. Superootje. Waar ik die dingen dat wel, maar ja. Superootje. Hoppa. Hier worden nog meer knallers gehaald. Gepakt.
Ja, gooi die maar inderdaad iets verder weg. Oei, hier. Zo, joh. Schiet weg, jongen. Dieptebommetje. Zo. Auw. Dat is een poppacht, hè? Toch maar eens een brilletje overwegen, denk ik. Dat nog van het budget af kan. Zo, gek geluid. Heksenkindje. Lekker, jongens. Hier wordt een mooie heksenkring weer gemaakt. Ik heb hier nog wat, man. Ja, heb je in de tas ook nog, man. Dat is goed, man. Oh, joh. Moet in de tas? In de tas liggen ook nog nitraten hier bij, man. Ja, maar ja, boeien. Ik ben muurtjes ertussen. Mooi beeld, man. Wel goede kwaliteit vlindertjes dit, hoor, die kleintjes. Mooi. Ik denk ook inderdaad dat zeg maar de helft afgaat. Wel lekker lange lont natuurlijk. Ja. Yep. Een beetje elkaar prikken. Dat is echt de helft niet. Met een kerststukje. Denk ik. Wat? Een bloemstuk. Ja, dit was het wel, Koos. Nou, nog ja, goeie, man. Kijk die rook. Alles weg. Dat is weg. Nitraatje weg. Ja. En de boomstam staat er nog. Kan je nagaan. Die is wel leuk, gek. Hij dacht dun bemiddel. Ja, toch wel een lachen matje, man. Die dingetjes, die kleintjes. Toch wel leuk. Nee.